Utrecht, tot de volgende. Voor pietijd gedenken wij de zielepoten, verstoken van familie, vrienden, bedgenoten. Want waar normaal gesproken iedereen naar snakt, is een receptie of een praatje met de buren. Een samen zijn aan tafel of in late uren. Dus om het kort te zeggen, menselijk contact. Heel lang geleden kwamen horden uit het oosten, en niet zozeer om hier te keuvelen en proosten. Integendeel, er werden hoofden afgehakt, en verder kwam het neer op roven en verwoesten. Terwijl de vrouwen zich beschikbaar houden moesten, voor de bevolking was dit dus geen leuk contact. Een guru kan clichés en leuterpraat verkopen, er zullen altijd stakkers achteraan gaan lopen, waarna ze zullen merken dat ze zijn verlakt. En het geloof heeft weer een knauw erbij gekregen, van financiële schade dan nog maar gezwegen. Maar ook er was tenminste geestelijk contact. Een machtig land heeft attractieve kleine buren, daar stuurt het wel de spraak de keurige figuren. Een keer naartoe, men sluit een eeuwig vriendschapspact, wetgeen het grote land allicht niet zal beletten, zijn partner als het zo eens uitkomt te bezetten. Men kan hier spreken van een intensief contact. In veel gezinnen is gezelligheid een rite, geregeld komt een buur of zwager op visite, die na een uur of drie nog aan zijn zetel plakt. En ruim voorzien is van eentonige verhalen, omtrent zijn volleybal, zijn auto en zijn kwalen. Je zult toch maar gezegend zijn met zo'n contact. De meeste aardbewoners zullen constateren dat men in amoureuze toestand kan verkeren, waardoor de broek tezamen met de weerstand zakt. De exercitie op zichzelf is niet onaardig, maar de gevolgen zijn soms heel betreurenswaardig, zodat men op moet passen met intiem contact. Het is geen toer om in de nesten te geraken, als men wordt blootgesteld aan malafide zaken, effecten, zwendel of een dubieus contract. Zelfs bij u thuis dient u terdege uit te kijken, riskante omgang kan ook daar wel denkbaar blijken. Ik noem bijvoorbeeld dat defecte stopcontact.